De Staatsoliepower Company Suriname, NV, SPCS en het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, hebben in een crew-toe met het traditioneel gezag van Marshall Kreek ingezoomd op de situatie rond de wateroverlast van het district Brokopondo. De twee organisaties reageerden op een brief van het traditioneel gezag om te praten over de oorzaak van de wateroverlast en wat de vooruitzichten zijn ten aanzien van de ernst en de duur van de waterstand stroomafwaarts van de dam. Volgens Eddie Frenkel, waarnemend directeur Power and Sustainability van Staatsolie, is de crew opgezet om aan te geven waar de spruitkleppen open moesten. De verschillende aanwezigen hebben hun standpunten in de kwestie naar voren gebracht. Enkelen gaven aan dat zij niet hebben geregeerd, maar rustig hebben geluisterd naar wat Staatsolie uit te leggen had. We vrezen die asanda die taki aan de Staatsolie zeg maar deze mazalaziskade, dat je ook over goed onu. Asanda dat binnenland vrezen die eng. Omdat door charen wat een politieke toer. En dat mi enkele mi jutangi taki ook op pikutangi woosungo of onau zo mi ek mi jutangi. Maar dat patrap is die. If the stars only offer good, dan ben je vrede. De lokale bevolking wilde verder van zowel Staatsolie als het NCCR weten als er behalve een rampenplan ook een evacuatieplan is opgesteld en niet alleen op papier, maar daadwerkelijk de zaken die zullen worden uitgevoerd.